Vegetarische paella. Maak 300 gram sperziebonen schoon. En snij eventueel in stukjes. Laat 400 gram artisjokharten uitlekken. Snijd 2 puntpaprika's in reepjes. Snijd de steeltjes van 2 rode pepers. Halveer de pepers in de lengte en verwijder de zaadlijsten. Snij het vruchtvlees in de lengte in reepjes. Snij 4 tenen knoflook in plakjes. En snipper 2 uien. Bereid 2 groente bouillontabletten met 1 liter water. Doe 1 zakje saffraan in een bakje, voeg 2 eetlepels bouillon toe en laat staan tot gebruik. Halveer 6 trostomaten en verwijder de zaadlijsten. Rasp het vruchtvlees op een grove rasp tot je alleen het vel over hebt. Gooi het vel weg. Verhit 5 eetlepels olijfolie in een paella of hapjespan en bak de ui 5 minuten op middelhoog vuur glazig. Voeg de knoflook, en 1 eetlepel paprikapoeder toe en bak 1 minuut mee. Voeg 300 gram risotto rijst toe en bak mee tot de korrels glazig zijn. Bak de tomaat 3 minuten mee. Voeg de sperziebonen, rode peper, artisjokharten en paprika toe aan de rijst. Schenk de rest van de bouillon en saffraan erbij. Breng aan de kook en roer 1 keer goed door. Zet het vuur laag en laat 20 minuten zachtjes koken. Zo maak je vegetarische paella.